Jongen, 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 jongen. Ik belde mijn vrouw net en zij wil voortaan op elke woensdagavond wil ze met mij naar een restaurant of iets anders doen. Ze in ieder geval, ze wil iets gezelligs doen. Maar ja, elke woensdagavond komt ook een aflevering van Zwiebertje op televisie. En dat moet ik dus nu missen. Dat is wel balen. Ze even een tijdschriftje lezen. Hey, hier staat wat interessants. De videorecorder. Nieuw, de videorecorder. Neem al je programma's op en je hoeft niet meer thuis te blijven, maar je kan alle series die je wilt zien gewoon opnemen. Dat zou wel weer niks wezen, zo'n videorecorder. Even nadenken. Dan hoe kan ik dus gewoon andere dingen doen? Terwijl mijn televisieprogramma op televisie komt, mijn favoriete programma, dan neem ik het op en dan kan ik het toch nog terugzien. Zou dat wat worden? Toch maar eens kopen, zo'n videorecorder. Nou, ik heb zo'n videorecorder gekocht, maar ik snap er nog niet heel veel van. Het is een beetje ingewikkeld, maar ja, de jeugd van tegenwoordig met hun moderne dingen, daar snap je op mijn leeftijd niet zoveel meer van. Maar ik heb hem even geprogrammeerd dat hij vanavond om 6 uur begint met op te nemen, zodat ik de aflevering van Zwiebertje niet hoef te missen. Nou, wat een geniaal ding. Hij heeft de hele aflevering opgenomen. Nou, wat leuk. De hele aflevering van Zwiebertje is opgenomen. Dus blijkbaar werkt zo'n videorecorder hartstikke goed. En kan ik gewoon de woensdagavond uit met mijn vrouw. De videoband. Je hoeft nooit meer thuis te blijven voor je favoriete programma. 2 gulden per band en je kan alles opnemen. Enige nadeel is, je hebt ook geen excuus meer om een afspraak af te zeggen.